GroenLinks reikte voor de 10e keer groene lintjes uit. Dit is het RTV Apeldoorn nieuws. In het Achterom werden gisterenmiddag voor de 10e keer de groene lintjes uitgereikt door GroenLinks Apeldoorn. Tussen 2005 en 2013 werden er in totaal 48 groene lintjes uitgereikt aan personen die op tal van manieren een bijdrage leverden aan duurzaamheid en aan een beter milieu. Gisteren kwamen bij dat aantal nog eens 4 groene lintjes bij. Henk Knip van Circulus zet zich in voor het streven van een afvalloze samenleving in 2030. De heer Jansen kreeg het groene lintje opgespeld om zijn strijd voor een betere communicatie voor het ophalen van GFT in de hoogbouw. Peter Doornbos kreeg de versierselen omgehangen voor zijn koerierdienst die met milieuvriendelijke fietsen rijdt. Ook Jacob Brobbel kreeg een groen lintje opgespeld. Je hebt er nogal wat voor gedaan. Onder andere dingen met de Zwitserfabriek, vertel eens. Nou, veel anderen hebben vooral dingen gedaan, maar met name in samenwerking met de gemeente hebben we daarin gefaciliteerd. De ruimte geboden aan anderen, zodat zij iets konden doen. Maar vanuit welke invalshoek, vanuit welke hoedanigheid? Nou, de start is wel gekomen dat vanuit het Apeldoornse bedrijf Holland Techniek de ambitie is uitgesproken om het Zwitserterrein energie neutraal te maken. En daarachteraan is een burgerinitiatief geïnitieerd. En is er een onderzoek van de studenten gestart. En is er een samenwerkingstraject met de Hogeschool Utrecht gestart. En alles dat bij elkaar heeft deze beweging in gang gebracht. Dat is nogal. Hoe loopt die verder nu? Hij groeit biologisch. Daar maak ik ook vooral gebruik van de kracht die in de mens zit. De drive van de mens om duurzaamheid centraal te stellen. En met name gebaseerd op de lokale... Ja, de lokale economie. En dat groeit. En dat groeit langzaam. En daar was er ook nog iets met een auto, met een vrachtwagen? Ja, de Solar Truck. Dat is de Solar Truck die de Hogeschool Utrecht heeft gemaakt. Die was gebouwd om naar Antarctica te gaan. Ligt vol met zonnepanelen. Is een licht voertuig. En rijdt dus volledig elektrisch. En die staat nu op de Zwitserse locatie. En die staat daar om doorontwikkeld te worden, om uiteindelijk toch een keer naar Antarctica te gaan. Wanneer, weet ik niet, maar hij mag een keer gaan. Laatste vraag, is techniek altijd nodig voor duurzaamheid? Of kan het ook zonder techniek? Ja, het kan zonder techniek, maar techniek is veelal toch wel een hulpmiddel om dingen tot stand te brengen. Veelal techniek ervoor zorgt dat informatie overgedragen kan worden. En dat is toch wel even toch in de communicatietijdperk. Dus techniek is wel belangrijk, maar het kan zonder. GroenLinks Apeldoorn heeft in 10 jaar tijd 52 groene lintjes uitgereikt. Bij de 10e keer mogen we het nog wel een keer vragen. Waar moet ik aan voldoen om een groen lintje te krijgen? Dan moet je milieu en duurzaamheid hoog in het vaandel hebben en daar iets voor doen. Daar heel betrokken bij zijn. En dat kan van alles zijn. Dat kan iemand zijn die tijdens het uitlaten van de hond elke keer consequente papiertjes opruimt. Het kan iemand zijn die iets nieuws ontwikkelt, waardoor iets technisch, waardoor iets heel milieuvriendelijk wordt. Hè, kijk maar naar degene die vanmiddag een lintje hebben gehad. Het is de fietscourier, maar het is ook een betrokken burger die consequent aan de bel trekt als het niet goed gaat met zijn afval te kunnen scheiden. Dus het gaat erom dat je consequent op een goede manier aandacht hebt voor het milieu en duurzaamheid. En hoe komen jullie aan die mensen? Ga je zelf op zoek of kan ik iemand voordragen? Iedereen kan iemand voordragen. Een paar maanden voor de uitreiking voor Wereldmilieudag, daar is het aan gekoppeld, doen we een oproep via de media. Dan kan elke Apeldoorner kan zijn buurvrouw of buurman of kennis of partner aanmelden. En daarnaast heeft de GroenLinks-fractie natuurlijk in het afgelopen jaar dan ook werkbezoeken gedaan. Hebben mensen gesproken, mailtjes, telefoontjes gehad. En daar komen ook mensen uit naar voren die in aanmerking komen voor een groen lintje. De winnaars die gisteren het groene lintje in ontvangst namen, werden op Wereldmilieudag daarvan op de hoogte gebracht.